Rianne te Kaat. De naam staat er al mooi bij. Je doet het goed, meis. Sorry? Je doet het goed. Dankjewel. Nou, voorbij de koffie, wie lust het niet? En wat is het schreeuwend duur allemaal. Hele goede morgen, lieve vrienden. Oeh, het zit ik laag. Ja, zometeen. En ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Rijke die is buiten in de tuin. Ik zit hier met jullie in gesprek. Ewen die loopt ook net weer naar buiten toe. Kandalf is aan het pierenwaaien, zoals ik dat noem. Die is de hartop. En ik wens jullie natuurlijk nogmaals een hartelijk welkom. En Rebecca die komt straks. Dat we zullen weer afwachten. Ik moet eigenlijk nog even met Rijka uit. Dus ik heb ook nog geen telefoontje, geen appje gehad. Ben je wakker of wat dan ook? Ik zou het niet weten, maar ik ben er in ieder geval. En we zullen er gewoon afwachten. Ik moet ook de diertjes nog eten geven. Ik heb de droger alweer draaien. Er was droger boven. Dus dat komt ook wel weer goed. En waarom heb ik boven droog? Nou, ik heb geen droogmolen. Ik heb geen wijnen. Ja, ik heb een lijntje, maar ik heb geen zwaar goed aan hangen. Dan enkel maar lichtgoed. En dan kun je dat niet ophangen. Dit is te zwaar, ja. Ik kan er geen lakens op hangen, laat ik het zo maar zeggen. Nee. En het is rijke haarspullen, de lakens van de bank, et cetera. En het moet toch ook schoon, toch? Ja, en ook weer droog. Ja, en als je niet de plek hebt om het ergens op te hangen, ja, dan moet je het wel in de droger doen. Er zijn wel dingen, lichtmateriaal, nou dat hang ik allemaal dan aan een soort mijn jurkjes. Ja, allemaal even op een knaapje en aan de douche, waar het douchegordijn aan te hangen. Nou, ik heb wel die stang, maar geen douchegordijn. Nee, helaas pindakaas. Ik wil iets hebben wat momenteel voor mijn portemonnee nog te duur is. Ja, en dat is namelijk ook nog een zwaar materiaal. Want meestal als je een douchegordijn neerhangt, en het wordt nat, stroomt het naar jou toe als jij onder de douche staat. En dat vind ik niet prettig. Ik wil hebben dat het blijft hangen. Nou, dat is zwaar materiaal. En dat kort erop, ja. Maar het maakt niet uit. Nee hoor. Er zijn zoveel dingen wat ik graag wil. Maar ja, het kost allemaal een heleboel geld. En dat hebben jullie denk ik ook iets wat jullie willen hebben. Ja, maar oké. Ik zal opschieten. Ik wens jullie een hele mooie, fijne, heerlijke dag. Denk erom, het wordt vandaag, zou het vandaag warmer worden. Het is de eerste dag van de hittegolf, maar het is nog niet bezig hoor. Nee, even zien. Ik zal hem even verversen voor jullie. Het is 20 graden. Ja. En het waait hier aan de kust ontiegelijk hard momenteel ook. Ja, en die kan ook nog gaan liggen, dat weet je niet hè. Nee. Maar het maakt niet uit. Ik wacht gewoon af. Wat het brengen zal, dus ja. Komt goed, lieve vrienden. Geniet er in ieder geval van, want wat je in je portemonnee hebt zitten, dat moet je niet zien uit te geven. Of tenminste, wat je in je pocket hebt, dat heb je maar weer. Laat ik het zomaar even benoemen. Dit nemen ze je niet meer af, wat je nu hebt. Nemen ze jou niet meer af. Nee, want je hebt het al. Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Ja, hallo lieve vrienden. Ik ben er weer even op. Zie, gaat even een bus weg. Jotra. Schijnt de zon erop. En het is wit, dus dat weer kaatst. Maar in ieder geval, Rebecca is er nog niet. Ik denk dat ze rond een uur of 12 pas hier is. Of half 1, weet ik veel. We zien het wel, ik weet het niet meer. Het kan nog best wezen dat ze vanmiddag 2:30 pas komt. Ik weet het niet.
Maar ja, ik moet ook nog boodschappen doen. Ja. Ja, hoe speel je er klaar? Maar oké, we wachten het af en ik hoef verder ook niet weg. Ik ga zo meteen de computer aandoen en ik ga lekker weer proberen zitten te renderen. Want gisteren heb ik met moeite en pijn één filmpje gedaan. En over dat ene filmpje heb ik wel 6 keer mijn pc opnieuw op moeten starten en helemaal opnieuw moeten beginnen. En dan had ik opgeslagen en al, maar hij zat er niet in. Nee, de ene keer wel, de andere keer niet. Ik snap er nog steeds niet van. Dat als Roderick het wat minder druk hebt, moet je maar eens even naar kijken hoe dit zit. Ja, ik snap er niks van en ook Karin snapt er niks van. Dat hij de ene keer wel doet en de andere keer het niet doet. Ja. Als je iets opslaat, moet het er toch wezen. Ja, en het komt wel in de map terecht, want dan staat het gewoon. Maar voor de rest... Nee, het slaat alleen op de naam op en voor de rest slaat hij niks op. Nou ja, dat moet je. Maar ja, oké, ik ga zo meteen lekker aan de gang en we zien het wel. We zullen het wel beleven. En dan, ja, app ik er zo meteen nog een keer en dan vraag ik desnoods hoe laat kwam je ook weer, 2:30 of zo, want dan ga ik even boodschappen doen, weet je. Ik heb weliswaar niet veel nodig, maar toch, het moet wel komen. En anders, ja, ik moet sowieso, voor vanavond wat bij de koffie hebben, want ik krijg mijn beurtjes op, precies die hierachter. Oh, ja, hartstikke leuk. Kan ik dus niet vloggen, maar het is wel leuk. Ja, voor het eerst. Ik heb ze zo vaak uitgenodigd. Maar de buurman die zei wel ja en nee en amen, maar doe nou maar. En nou trof ik hem samen met de vrouw. Ja, toen zegt de vrouw, ja, dat moet je ook niet aan mannen overlaten, hè? Nee, dus hebben wij het even gedaan. Nou ja, dan komen ze vanavond. Gezellig! Ja, helemaal leuk. Dus ja, ik zie er echt wel naar uit. Maar oké, lieve vrienden, ik ga hier aan de gang en ik zeg tot straks maar weer. Ik zal eerst een bakje koffie maken en dan ga ik echt aan de gang. Ja, dus ik zeg tot later. Ja, ik heb me even weer omgekleed, want ik vond het al niet zo warm. Nee, er staat hier een best frisse wind. Wat niet echt bepaald warm aanvoelt, die wind. Het zonnetje wel en in de luwte wel, maar als je er doorheen moet, je komt er toch te hoeken voor straten waar het lekker rondwarrelt, die wind. Dus ik denk, ik trek toch wat warmers aan. Wel zomers en luchtig, maar toch iets warmer dan dat ik vanochtend aan had. Rebecca is al geweest, mijn huisje is weer schoon. Dus ja, ik ga zo meteen even boodschapjes doen. Ik ben met een vlog bezig, tenminste, het programma is bezig. Die is bijna klaar, daar wacht ik nog op. En dan breng ik hem naar YouTube en dan kan ik weer verder als ik weer terug ben. Ja, dat moet, dan hoop ik dat ik daar nog de kans voor krijg. En om 5:00 moet ik weer naar een andere winkel. Dan moet ik een Too Good To Go weer ophalen. Dus die hebben we weer voor vandaag weten te bemachtigen. En heb ik weer een pakket voedsel van de vuilnisbak gered. Maar aan de andere kant vraag ik me ook weer af. Er zijn ook mensen die nog veel meer nodig hebben dan ik. Maar ik ben er ook blij mee hoor, ja zeker ben ik er ook blij mee. Maar ik denk dan toch eerder brengen naar een voedselbank. Maar ze willen er nog geld voor hebben. En dat vind ik bizar hoor, dat in deze tijd nog moet. Ook ondanks die coronavirus, oké, maar de mensen moeten wel eten. En eten blijven. En ook hun vitamine hebben. Dus ja, geef het dan een armoedzaaier. Die amper een cent hebben om wat te doen. Geef het daaraan. Wees lief voor een ander. Maar nee, dat doen ze niet. Maar ja, ik kan het ook gebruiken, hoor, daar niet van. En wat ik niet lust of wat dan ook, geef ik weer aan een ander die er ook misschien belang bij heeft en die het wel lust. Zo zit ik ook nog met... even die oprapen die ik in de week heb. Hoe heet dat nou? Maar dat lust ik ook niet. Nou, dat gaat zondag mooi mee naar Karin. Die lust het wel. Nou, ik niet. Ik weet dat niet. Nee, weg ermee.
Ja, toch? Maak ik haar er toch blij mee? Zo. Ja, dan maak ik gewoon Karen er blij mee. Hier, ik heb het hier ook nagevraagd, maar niemand die dat wou hoor. Nou ja, dan niet. Dan neem ik het mee naar Den Haag. Ja, laat het mooi ingevroren en dan in een tasje mooi meenemen. Mijn broer en mijn schoonzus die halen me op, die willen niet op de vlog, maar ik neem jullie wel mee. Ja, ik stel je voor dat we even een plekje vinden dat ik wel kan vloggen. Ja toch, dat moet kunnen, zonder dat hun erop komen toch proberen te vloggen. Lukt het me niet, dan kan ik er ook niks aan doen. Nee, want je moet wel respect voor hun ook hebben. Nou, hun willen er niet op, maar Karin wel, Roderick wel, dus ja. Dus dat is wel even leuk. Ja, zeker weten. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van de rest van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik ga zo meteen dus boodschappen doen. Want ik moet voor vanavond wat bij de koffie hebben, want ik krijg visite. En dat weten jullie ook al, want ik heb dat jullie al verteld vanochtend. Dus ja, ik sluit zo meteen mijn huisje af. En dan ga ik met de bananen. Ja, en jullie... Ja, meneer of mevrouw de dief, als jullie meekijken, dan ben ik thuis op dat moment dat jullie dan kijken, ja. Dus jullie hoeven niet hier naartoe te komen om te proberen in te breken in het stelen, want daar valt niks te halen. Ik ben ook maar een armoedzaaier, zo zal ik ook niet. Het is ook allemaal bij elkaar geraapt, een rotzooitje. Jullie kunnen hier toch niet terecht? Nee, want ik ben thuis. Ja! Jullie hier komen, ben ik thuis. Haha, lekker puur. Vind ik leuk. Ja. Omdat ik vooruit werk. Ha! Leuk, hè? Ja, er zijn van die dingen. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Net zoals wat Karin doet. En dat is spiegelbeeld fotograferen. Ja, dat vat ik ook niet helemaal. Maar het zal. Dat moet ze me toch eens even een keertje voordoen hoe zij dat heeft. Misschien dat ze dat zondag even kan doen. Ja. Maar het komt allemaal goed hoor, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. En tot de later. Ja, en helaas zien jullie ook mijn schaduw. Maar dat maakt niet uit. Zo moet hij er dus uit te komen zien. En ik zal nou gaan staan. Hij is mooi, hè? Ze doet het goed. Dan moet hij vanavond afwezen volgens haar zelf. Volgens haar zeggen. Dus ja, we wachten het af. En ze is nou eventjes de hort op, waar naartoe weet ik niet. Oh, daar. Ze is wat aan het weggroeien. Ja, moet ook gebeuren. Nee, ze doet het goed. Ja, ja. Bijzonder. Rianne te Kaat. De naam staat er al mooi bij. Je doet het goed, meis. Sorry? Je doet het goed. Dankjewel. Ja, echt bijzonder. Ik doe het je niet na. Maar oké, we gaan weer, want ik heb al lekker achterband. Ja. Hij is opgepompt en dat is die. Deze band is lek. Ja, hij loopt heel langzaam leeg. Helaas, maar het is zo. Dus ja. Dus ik ga weer even afsluiten, lieve vrienden. Ik zou zeggen tot later. Ja, en toen waren we weer thuis. Ik moet even de vlog verder afwerken met YouTube. Kunnen sluiten, het is klaar.
www.mijnmaaknietuit.nl. Hup. En dan komt hij tevoorschijn. Zo. Hij is tevoorschijn gekomen en hij komt op 15 augustus pas online. Ja, ik kan er niks aan doen, maar het is nou helemaal zo. Hé, Rijke? Nou, een boodschappen gedaan. Een heleboel. Ik zet ook een zak kattengrit en een zak honden voor. Die staan al in de kast. Nou, voorbij de koffie, die lust dat niet. En wat is het schreeuwend duur allemaal. Goeie genade, dat wil je niet weten. Nou, ik denk wat ik makkelijk doe. Hij is wel warm, maar dan hoef ik niet te koken. Even een kant-en-klare maaltijd. En brood heb ik. Nou ja, hier allemaal voor de dieren, voor de poederbeestjes. Dus ja, brood haal ik eruit. Dat moet hier ook. Huppata. Dus dat zullen we even verder opruimen. En dan moet ik vanaf 5 uur moet ik weer weg. Naar de woonmarkt. Dan hoop ik dat mijn achterband nog goed is. En ik moet bellen voor die achterband. Ja, dat moet ik ook doen. Dus ja, ik heb het nog eventjes druk. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb gelijk een vlog weer naar YouTube gebracht. Dat was mijn tweede van vandaag. Verder kom ik ook niet. Nee, want ik moet Rijke nog uitlaten. Ik moet nog eten, et cetera. Maar ik heb hier de koet, de roltas weer. Dus we gaan even spieken. Ja. Een zakje met jonge bladsla. Bladsla kun je ook tegenwoordig ouder bakken. Ja, dus dat is lekker. Hé, hey, Rijka. En wat hebben we hier? Oh, weer sla, geloof ik. IJsbergsla. Kun je ook ouder bakken. Net zo goed. Ja. Hi, kind. We gaan zo lopen. Boontjes. Wat willen mensen nog meer? Oh ja, ik vergeet de prijzen. €1,99. €1,79. Prijsloos. Helaas. Pindakaas. Gaat op de code. Niet weten, maar dat kunnen jullie nagaan. Daar gaat mijn mobiel. Oh jee, oh jee, oh jee. Of dat nog? Of dat nog? Oh, vermoedelijk spam. Nou, die nemen we al niet eens niet op. Hup, weg ermee. Ik ga geen spam opnemen. Gaan we even. Oeh, die is zwaar. Oh, aardappeltjes. Mini-grilltjes. Staat ook al niet een prijs op. Nou, dan kunnen jullie zelf ook al nagaan. Ja? Voor een bak. Dat blijft staan. Oh wauw, wat is dit? Maaltijdsalade met tonijn. Nou, de tonijn krijgt mijn hondje wel, want dat wil ik niet. Ik wil wel vis, maar niet op die manier. En gehakt. Nou voilà, dat kan allemaal in de vriezer. Dus toppie, helemaal goed, helemaal geweldig. Ja. Dus, nou, dan gaan we dat opruimen. En dan ga ik gauw met Rijka lopen. Altijd moet eten. Ja. Dus, zeg lieve vrienden. Ja, haal een tekortekotas. Dan help je het voedsel van de vuilnisbak. Kost niet veel. Dit was €3,99. Dus zeg maar €4. Bij de DK is het iets duurder. Dat kost het iets van €4,99. Dus betaal je €5. Maar dan heb je ook weer iets meer dan nu. Maar oké. Ik ben er blij mee. Het gaat de vriezer in. En als ik het nodig heb of wat dan ook, dan voilà. Dan kan ik het pakken. Dus ja, wie doet je wat? Je hebt zo weer verse groenten en aardappeltjes. Nou, lekker toch? Ja. Maar oké, ik ga het in de vriezer doen. En ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. En geniet ervan. Het is prachtig mooi weer. Ga genieten van de zonondergang. Ga de natuur in. Ga naar zee. Als je, tenminste aan de kant van de zee. Dan kun je de zon in de zee zien zakken. Ja, en
ja, geniet gewoon. En ik zou zeggen, voor later, op de avond, wanneer je naar bed toe gaat, lekker slapen, gezond weer opstaan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!